We zijn in het Maxima Park, het grootste stadspark van Utrecht. Midden in dit park is de Vlinderhof. Ik ga praten met Mark Kikkert, de man die de tuin mogelijk maakt. Mark, waar komt het idee vandaan? Ik ben al een hele tijd fan van Piet Oudolf. Dat is de bekendste, beroemdste tuinontwerper in de wereld. En die man maakt prachtige ontwerpen, maar vooral in het buitenland en niet in Nederland. Hij heeft een paar privétuinen, maar ik wil zo graag dat mensen zijn werk zien. En ik dacht, nou, dan moeten we een tuin in Nederland realiseren. En we hebben hier het mooiste park van Nederland. En ja, dat is toch prachtig als daar ook de mooiste tuin van Nederland in komt te liggen. Was het moeilijk om het te realiseren? Achteraf moet ik zeggen dat het best toch wel heel veel werk is geweest. Ik dacht, ik ga beginnen en ik zie wel. Maar ik ben er 3 jaar mee bezig geweest om en het geld bij elkaar te krijgen. En de gemeente ook enthousiast te krijgen. Ik heb op een gegeven moment een bus gehuurd. En we hebben allemaal ambtenaren van de gemeente hebben we vervoerd naar de privétuin van Piet Oudolf. Toen waren ze enthousiast. Toen zeiden ze, ja, dit is niet een gewone tuin. Dit is echt een sublieme tuin. Ja. Het staat mooi met het bruin er ook bij. Oh, ja. Niet zo zijn dat je alles helemaal leeg haalt en weghaalt en een hele kale tuin hebt in het eind van het jaar. Laat dingen staan. Bruin is ook een kleur. Het is heel mooi om soms ook het verval van de tuin te zien. En de zaadhoofden van verschillende planten. Je hebt heel veel vrijwilligers nodig om het te onderhouden. Met zeker 20, 30 man in de week zijn we hier wel iedere zaterdag bezig en soms ook woensdags. We hebben het nu heel druk omdat het vrij nieuw is en heel veel onkruid wieden. Maar als het dicht gegroeid is, heb je minder werk. En de planten die blijven ook goed ten opzichte van elkaar. Wat ik daarmee bedoel is dat de een de andere plant niet gaat overwoekeren als je er niks aan zou doen. Dus ze blijven heel goed. En je kunt inderdaad zeggen, nou laat dit alsjeblieft staan. Geen groot najaarsonderhoud. Heel beperkt. En pas in het voorjaar haal je allerlei dingen weg. En dan heb je toch nog in de winter veel plezier van al die zaadhoofden. Ik begrijp dat er ook hele oude mensen hier langskomen om te helpen. Nou, we hebben vrijwilligers van echt letterlijk 8 tot 80. Dus af en toe komen hier kinderen helpen, die niet helemaal zelfstandig, dan vaak met vader en moeder of met opa en oma. Maar we hebben hier ook een vrijwilliger hier in de buurt wonen. Ja, de meneer is 79, Gerrit. Die komt met zijn schoffel deze kant op gelopen. En hier was hier af en toe echt, iedere dag is hij dan even een paar uur bezig. En dan zegt hij, ik ga weer naar mijn vrouw toe, de soep is klaar. En dan komt hij de volgende dag weer. Nou zei je net dat er iets van 97 soorten planten hier staan. Klopt dat? Ja, 98 om precies te zijn. Ja, 15.000 planten. En welke is nou jouw favoriet? Ik kan zo slecht kiezen. Hier is geen favoriet aan te wijzen. Ik vind dat als je met mes op de keel zet, dan ga ik dat misschien doen. Je hebt geen mes bij je, hoop ik. Nee. Ik vind vooral de combinaties die er gemaakt worden. Die echt iedere 2 weken is er weer iets anders moois, een andere combinatie mooi. Dus het is een opgaan en afgaan van planten, een soort toneelstuk. Dan komt dat op en denk je, oh wat is dat een geweldige combinatie. En anders weer andere planten. Ja, ik ga het toch doen. Echinacea. Echinacea vind ik de mooiste plant en die staat hier ook. Prachtig, dat is de zonnehoed. Bekend ook wel van de helende werking, zeg maar. Er staan ook heel veel vlinders komen daarop af. Ja, het ziet er prachtig uit. Ja.